Dodelijke steekpartij in Nieuwdorp. Bewoners en burgemeester Gelok van Borselen reageren geschokt. En hulpinstanties kregen eerder al signalen over problemen bij het gezin. Zeeland nu. Helge Prinsen. Dames en heren, goedenavond. Dit is een extra nieuwsuitzending in verband met de dodelijke steekpartij vrijdagavond in Nieuwdorp. De steekpartij kostte het leven van een 36-jarige vrouw uit die plaats. De politie kreeg even na 6 uur gisteravond melding van de steekpartij in een park aan de Hertenweg. De vermoedelijke dader is aangehouden. Het blijkt de ex-man van het slachtoffer te zijn. Het is vrijdagavond, even na 6 uur, als bewoners van de Hertenweg in Nieuwdorp worden opgeschrikt door ambulance en politie. Een lawaai. Ambulance, toeters en bel. Politieauto die vloog hier zo bos in. Maar dat was het niet en toen is het een eind gereden. Een gebied ter grootte van 5 voetbalvelden wordt hermetisch afgesloten. In het park tussen de Hertenweg en de Havenweg vindt de politie het levenloze lichaam van de 36-jarige vrouw. Die daar met haar hond aan het wandelen was. Ik heb haar het park in zien gaan. En een naaste buren of een buren tegenover mij ging ook de hond uitlaten. En nou, om 6:15 werd er bij mij verschillende keren aan de deur gebeld. Heel dringend eigenlijk. Ze deed de deur open en toen stond die vrouw die dus met haar het park ingegaan was, helemaal in paniek. Van, ga het park in, want ze is neergestoken. Kent u het slachtoffer? Ik ken haar omdat ze meerdere malen per dag de hond uit ging laten. En ze liet die hond altijd bij mijn huis zitten en dan stak ze de straat over. En hallo. En ze bracht folders rond. De vrouw woonde 1 jaar of 4 in Nieuwdorp. Sinds 2 jaar was ze gescheiden en woonde ze met haar kinderen in de Prinses Margrietstraat. Volgens buurtbewoners waren er spanningen en maakte haar ex-man geregeld amok in de straat. Wat speelde er bij dat gezin? Weet u wat er, of er iets mis was? Nee, dat weet ik niet. Maar wat ik wel hoorde van voorbijgangers, van het is toch niet die gestoorde ex-man. De vermoedelijke dader, de 39-jarige ex-man van het slachtoffer, geeft zichzelf vrijdagavond aan bij de politie. De recherche is dan al volop bezig met onderzoek in het park. Het park dat ook vandaag, zaterdag, is afgesloten vanwege sporenonderzoek. Je ziet iemand levend het park ingaan en ja, die komt er gewoon niet meer uit. En die kinderen denken van ja, het is onbegrijpelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Ik denk van ja, hoe gek moet het worden? Hoe gek kan het worden? Verslagenheid dus in het dorp. Ook burgemeester Jaap Gelok van Borselen reageert vanaf zijn vakantieadres. Hij is geschokt over de moord in zijn gemeente. Ja, toen ik gisteravond gebeld werd door de politie, voelde ik me ook redelijk geschokt. Erg geschokt zelfs. Wat betekent dit voor het dorp Nieuwdorp? Ja, voor zo'n dorp als Nieuwdorp, dat is natuurlijk een kleine gemeenschap, een hechte gemeenschap, is dit het is echt een klap. Wat kan de gemeente doen, de gemeente Borselen, voor haar inwoners? Niet zo heel veel. In ieder geval ons medeleven betuigen naar de nabestaanden. En verder, ja, daar waar gewenst kunnen we natuurlijk wel een beroep doen op slachtofferhulp. Maar die vraagstelling die moet ik eerst nog eens even inventariseren. Is het gezin, was het gezin waar het drama zich heeft afgespeeld bekend bij de gemeente? Ja, nogmaals, ik ben nu op mijn vakantieadres en ik heb nog helemaal geen informatie verder gekregen dan alleen het feit dat het gisteravond gebeurd is en dat er wellicht ook al een vermoedelijke dader opgepakt is. Nu zijn de 2 mensen die 2 weken geleden in Middelburg zijn omgebracht ook oude inwoners van Nieuwdorp, nu dit. Hoe ervaart u dat? Ja, zoals iedereen neem ik aan. Nogmaals, het woord geschokt is op zijn plaats. Je kunt als burgemeester, als burgervader op dat soort momenten alleen maar je hulp aanbieden. In de zin van daar waar we kunnen helpen, zullen we ook helpen. Maar het is voor de gemeenschap in Nieuwdorp echt een hele moeilijke tijd op dit moment. De gemeente Borselen en de politie houden maandagavond een informatiebijeenkomst in Nieuwdorp. Daar worden de bewoners bijgepraat over de zaak. De politie bevestigt dat hulpinstanties al eerder signalen hebben opgevangen over problemen bij het gezin.
Er zijn wel wat signalen bij ons bekend. Ook daar gaan we verder onderzoek naar doen. Want ook wij willen heel graag weten van, nou, wat is nu precies de achtergrond en de geschiedenis van dit gezin. Het ging al langere tijd niet zo goed dus eigenlijk. Nou, dat moet dus inderdaad uit het onderzoek blijken van wat is nou precies de aanleiding geweest om tot deze tragedie te komen. Het slachtoffer en haar ex-man hadden nog een aantal kinderen. Nou, op dit moment zijn de kinderen natuurlijk ook, kun je wel voorstellen, dat die ook behoorlijk zijn aangeslagen. En die zijn op dit moment worden die opgevangen. De politie heeft nog de hele dag onderzoek gedaan naar deze zaak. Tot zover onze berichtgeving over de moord gisteravond in Nieuwdorp. Via onze website omroepzeeland.nl houden wij u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in deze zaak. Dan vervolgen we nu met een klein overzicht van het belangrijkste nieuws van de afgelopen week.